Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Ligiano en dit is mijn eerste video eigenlijk. En ik ben begonnen. En ja. Oh, camera doet een beetje. Ja. Sorry hoor. Ja. Nou ja, wat ik ga doen is zo vissen, andere dingetjes vloggen en wat andere ideetjes bedenken. En ja, sowieso ook leer je wat creatieve dingetjes ook. En ja mensen, dit is de beeldkwaliteit van mijn Samsung Galaxy S6 Edge. Maar ik heb deze. Ja, ik heb hem al gekocht zeg maar. Van iemand. Maar die moet nog even de bestanden leeghalen. En dus dan krijg ik hem. En dus. Ja. Dan heb ik hem, ja. En dus, ja. Nou. Ik heb hier zojuist net. Kijk. En ons wordt die. Nou, kijk. Ik kan het laten zien. Dit zijn hele goede sets. Dit is 8 tot 10 centimeter. Kijk, dus. Oh, dat kan maximaal. Kijk, dit zijn van die soorten. Zo, hoppa. Het gaat hier zo in. En dat is echt een mooie set dit. En deze ga ik gebruiken voor in de winter. Vrienden van mij hebben deze ook. Ja, volg zijn kanaal wel, DPRO vissen. En ja, hij is gewoon heel goed in vissen ook. Hij is Stijn. En volg ook het kanaal RK Fishing, daar zitten zijn vrienden Filip en Simon bij. En dus ja, ik heb dus deze haken, waren, kijk maar, 82, 279. En dat is haakmaat 4. 7 gram. En dus dat ja. Maar Spro is sowieso wel goed hoor. Die heb ik maanden gehaald. 50 cent voor een. Oh, die zit er een beetje. Oh. Zit een beetje hier zo gekropen. Ja, maakt niet uit. Maar. Dus ik heb maden ingevallen. Ik moet ze zo overzetten naar mijn bakje. En daar zitten al een paar maden in. Maar deze ga ik zo meteen monteren. En dat laat ik jullie ook wel eventjes zien. Dus ja. Ja mensen, ik zet jullie gewoon eventjes dan maar hier neer. Hier onder dan. Ja, ik heb een krukje. En dat... Ja, maar dit is niet zo handig. Nou. Kunnen jullie mij nu? Ja. Zo dan. Kijk, ik ga hem even openen. Even open getrokken. Kijk, en dan heb ik hier deze mooie haken dus. Kijk, en dat. Nou, weet je wel. Ja. Kijk, en wat ik doe, ik hou me eerst naast. En dan kan ik zien hoe die uitkomt, zeg maar. En je moet gewoon haken kopen dat halverwege je in het rug uitkomt. Want het moet niet daar zo zitten. Mocht je per ongeluk een snoek hebben gehaakt. Dan, of misschien mocht er een snoek in pakken. Dan bijt hij de staart er gewoon volledig af. Maar dit is sterke rubber wel. Maar Shad GT9, dat zijn hele goede Shads. Je kan ook op YouTube kijken van Fishdeal... visdeel tips volgens mij. Kijk mensen, ik heb hem hier geprikt. En wat ik... wacht. Ja, ik wil hier toch maar even hier zetten. Ja, mijn telefoon is niet zo echt. Kijk, wat ik doe. Ik kan duwen. Kijk, ik doe het even zo bovenaf. Zo.
Zo, duw ik hem op de haak. Goed kijken of hij nog in het midden zit, want anders heb je daar weer een golf of zo'n lelijk stuk zitten. Kijk. Nou, ik doe eventjes dit dan. Jullie zien het niet goed. Kijk. Zo, dan even dit doen. Kijk. Ja, en dan zit hij goed, als het goed is. Wil ik hem onderin. En dan zit hij. Ja, een beetje. Nou, mensen, ik kan het niet. Ja, wacht, ik wil hem even weer daar zetten. Ja, kijk, hij zit er een beetje lelijk in. Ik moet hem iets. Kijk, een beetje zo. Oh, nee, nu komt hij heel lelijk uit. Uiteraard wordt nog. Ja, zeg maar, gaat deze set wel sneller stuk. Mensen, ik haal hem weer helemaal eruit. Dan doe ik gewoon. Nou, mensen, ik moet toch ook maar even YouTube even kijken. Eens kijken. Goed. Eens kijken. Oh. Ja, dus deep er ook weer snel. Hoe? Zo ziet hij wat beter uit. Ja hoor. Nou, ik kom toch weer lager. Kijk. Zo. Mensen, ze zijn gemonteerd. En deze heb ik, dat is de eerste, dat is de tweede, dat is de derde, en dit is de vierde, maar die heeft een buikje, maar hij is in ieder geval beter gemonteerd. In één keer was die goed, maar met deze heb ik een paar scheuren, deze ook een beetje, en hier ook. Dus. Maar ja, nou, ik zal even kijken of we kunnen vissen. Tot zo. Nou mensen, ik heb daar een hele grote shed aan zitten, kijk maar. Een hele grote. Maar die ga ik eraf halen. En telefoon die moet ik even gauw in de snellader zetten. Want hij laat voor geen meter op. Dat is een beetje. Ja, dus. Maar ik ga met maden vissen. En dan zet ik een montage erop. Met 3 haken. En dat heb ik zelf gemaakt en van YouTube gezien. Nou, dan hoop ik dat 3 vissen aan de haak zitten. Tot zo. Nou mensen, zoals jullie zien ben ik aangekomen bij het plekje. Een beetje brood gooien en dan ik weet niet of ik mijn pepper kan gebruiken, maar kijk eerst wel even toe met de theezakken gaat lukken. En ik heb hier nog een extra hengeltje, daar is er nog een. Dus ja, even kijken mensen, ik heb hier even zo. Waarom zit deze hengel vast op mijn net? Wacht even, dus kijk, hij zit helemaal vast. Ja, los. Kijk. Gaat goed komen. Zo dan. Hier zo. Een hele montage. Lood, kraan. Dus even. Nu ga ik raas aan doen. Ik
Dit. Deze nog een groot. Twee maak. De bovenste haak. En dan is het. Die telefoon lijkt weg. Brood. Ja, dat was het. Drie haken. Ik had er zojuist een vis. Een voor. Een leuke voren was het. Hoi. Dat is iemand die ik nu in de wijk woont. Het visje. Heb je al vis? Nee, nog niet. Ja, er zijn een paar mensen die vinden het interessant. Kijk, maanden blijven het beter zitten, meneer. Deze. Eraan. En de laatste dag is hier. Wacht mensen, ik ga gewoon even mijn hengelsteun. Ga ik er gewoon even in prikken. Eens kijken. Die is klaar. Ik moet die even dicht, anders valt hij wel weer uit. Eens kijken. Die zien we niet op zijn best, denk ik. Ja mensen. Dit was dan de video en de video was helaas gestopt. Maar ik was helemaal nat geregend, dus ik had er echt geen zin meer in. Dus ik was maar teruggegaan. Dus toen was ik maar, ben ik hier maar binnen en ben ik nu aan het editen. En ik heb een baars gevangen. Mooi. Ja, mijn telefoon. 13 centimeter. Ja, mooie baars van 13 centimeter. Dus, dat is wel mooi wel. Dus, sowieso, het was wel, goed. Nou ja. Dus, hopelijk vond je het een leuke video. Bedankt voor het kijken. En, like en abonneer. Dus, doei!